Mandy Groot pakt met de 1000 meter de derde nationale titel bij het KPN NK Inlineskaten 2010. Welke is de mooiste van de drie, Mandy? Ik denk toch de 300 meter, ja. Vertel waarom. Nou, sowieso is dat mijn afstand. En ja, ik was ook sneller dan de senioren, dus dat maakt het nog wel mooier. Ja, dat is een opmerkelijk verhaal. Je pakt hier je derde titel, maar je bent tweedejaars junior, maar sneller dan de senioren. Wat betekent dat? Ja. Ben jij heel goed of valt het niveau bij de senioren een tikkie tegen? Ja, je gaat gewoon heel hard. Misschien is dat het wel. Ja, het ging harder dan ik zelf had verwacht. Ja. We staan hier nu in het zonnetje in Medemblik. Maar we kennen je ook allemaal van het ijs als talentvol schaatser. Waar ligt je voorkeur? Ik vind schaatsen vind ik mooiere sport en skileren is veel gezelliger. Net als wat u zei in het zonnetje. Heerlijk. Ja. Maar een keus maken, dat zal er binnenkort wel een keertje van komen. Want wie weet ligt er een keer een uitnodiging van, ik noem maar wat, Jong Oranje op de mat. Dan zal er misschien wel een keus gemaakt moeten worden. Wat ga je dan doen? Ik ben dit jaar niet uitgenodigd voor Jong Oranje, dus dat gaat sowieso niet door. En ik ga bij Desley Hill trainen. Dus ik ga voor het schaatsen en voor het skileren. Je gaat voor het schaatsen en het skileren. Viel dat een beetje tegen, geen uitnodiging voor Jong Oranje? Als ik keek naar NK Allround, was het wel verwacht. Want ja, dat ging gewoon heel slecht. Je stond daar wel op het podium op de 500 meter. Ja, ik was daar wel eerst op de 500, maar ja, met de 500 meter alleen kom je er niet. Je gaat trainen nu bij Desley Hill. Zien we je nog in actie? Want we hebben nog wat afstanden te doen hier in Medemblik. Ja, ik hoop natuurlijk op nog een gouden medaille. En ja, ik hoop ook de aflossing nog. Heb je al een team voor de aflossing? Ja, ik rij samen met Martine Versalingen en Annemarie Boer. Dus, sterke ploeg. Zeker. Heel veel succes. Dank u wel.